Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe No Limits 2 video. Het is weer een tijdje geleden dat we dit hebben gedaan, maar jullie gaan beslissen in de comments welke achtbaan vet is. Ik heb een paar achtbanen gedownload, dus na het intro gaan we daar lekker een keuze uit maken welke nou het beste is van de twee achtbanen die we laten zien. Tot na het intro! Okay, people, let's go to work. En de eerste achtbaan die ik jullie ga laten zien is Zoom. En het is een beetje een zwart beeld. Ja, daar komt het alweer. Zoom. En Zoom is een custom-made achtbaan. En dat betekent dat mensen dus in dit ontwerpje achtbaanspel eigenlijk hun eigen creaties maken. En we gaan gelijk in de achtbaan. En het is aan jullie de taak om te oordelen welke van de twee achtbanen het vetst is. En dat is een beetje een spelletje. Ik zie dat de achtbaan vrij compact is. Hij gaat niet heel hoog, of het lijkt me zo. Nou, hij gaat redelijk hoog. Leuke karretjes. Even uitzoomen gaat even niet. Maar het is ook een heel apart karretje, want ja, voor mij zit je ook best wel lekker. En we gaan kijken hoe het is. Hij is niet zo heel erg hoog, maar hij heeft wel een heerlijk tempootje. En hij beweegt lekker mee. Oh, dit is best wel een schön achtbaantje, jongens. En een lekker scherp bochtje. We gaan onder de palen door. Dat vind ik altijd geweldig gedaan. En hij gaat volgens mij niet over de kop. Dus ik kan het een familiebaan noemen, denk ik. Een familieachtbaantje. Scherp bochtje. Kijk, de vaart zit er nu al bijna uit. Hij gaat wel aardig snel, maar je kan hem niet even die kickboost geven. Kijk, de snelheid gaat er al uit. Oh, ja, het is op zich wel een goed baantje, hoor. Ik zeg niet dat het slecht is. Oké, dit einde is ook wel heel apart, zo'n bocht. Dat is gaaf, zo'n bocht. Dat mag ik wel, dit. Ja, dat vind ik wel grappig, dit. Tof. Ja, nee, ik vind het wel een hele aparte, kleine, compacte, leuke achtbaan. Ik vind de kleuren ook wel leuk gedaan. Kunnen we ook uitstappen? Ik ga het eens proberen of dat nou een keer lukt. Oh, kijk, met E kunnen we een beetje bewegen om de map. Nou, we gaan even de achtbaan kijken hoe die een beetje eruit ziet. Het heeft een wat langer treintje dan ik had verwacht. En hij gaat vrij soepel. Voor mij heb ik mijn koptelefoon niet goed op. Ja, zie je? Want ik hoorde, zeg maar, wanneer de achtbaan rechts was, hoorde ik links het geluid. Ja, nu klopt hij. Vet. Nou, dat ziet er heel goed uit. Ik vind hem er leuk uitzien. Best wel simpel. Simpele, leuke layout. Oké, nou de volgende achtbaan, we gaan natuurlijk nog een achtbaan doen, dat heb ik beloofd. En dat is de RAR. De RAR. No Limits 2, jongens. En de RAR, ik weet niet hoe je het uitspreekt. De roar misschien. Dat zou nog best kunnen. En als ik RAR denk, denk ik wel een beetje aan een brulattractie. Een beetje een gilattractie. Een beetje een wannabe Goliath, weet je wel. Zo'n best wel een hoge achtbaan. Oh, en het is een hangachtbaan, zie ik nu. En ik zie al een looping. Oh, we gaan vliegen. Dus we gaan, zeg maar, we zitten in een karretje en het karretje gaat, zeg maar, horizontaal, ja. Dus we hangen nu, zeg maar, met onze buik naar de grond. Wat apart zegt dit, hè. En ik zie dat we al een looping maken en deze gaat volgens mij wel aardig hoog. Ja, deze gaat wel goed hoog. En hier rechts van ons zien we al de looping heel dichtbij. Maar wat het nou het vetste is, we moeten eigenlijk een beetje schuin naar beneden kijken. Oh, wauw, die eerste daling, dat wordt echt al gelijk de looping al. En ik zie dat het een vrij kleine achtbaan is. Dus waarschijnlijk gaan we wel drie achtbanen doen dit keer in plaats van twee. Ik denk dat dat dan wel vetter is, drie achtbanen. En dan mogen jullie in de comments zeggen welke achtbaan jullie het vetst vinden van deze drie. Ik ben benieuwd. Ook wel een leuke kleur, dat geel met paars. Oh god, dit is echt creepy. Oh, maar je moet je voorstellen nu, hè. Oh my god. Wow. Zo. Dat is apart, man. Kijk, nu klopt hij al een beetje. Wow, dat is echt een raar gevoel. Dat is echt heel raar. Lekker tempootje. Heerlijk. Oké, ik wil nou al zeggen dat deze vind ik al Oh, wow, 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 wow. Oh, het is creepy, jongens. Oh, ik hing schuin. Oh, kijk, zo gaat het. Oké. Tof. Ik dacht al, wat gaat die baan raar.
Oh, deze achtbaan zou ik echt wel in het echt willen meemaken. Vooral die eerste looping was al gigantisch. En een klein plasje, rivier. Leuk gedaan, vind ik zelf. Prachtig water ook. En lekker tempootje erin. Kijk, dit is een achtbaan, jongens. Dit vind ik echt een achtbaan. Wauw. We gaan eens even er doorheen kijken, want die eerste looping wil ik eigenlijk met mijn eigen ogen zien. Kijk, de karretjes, je hangt dus. Oh, ik vind hem echt vet, joh. En hier ga je op je rug eigenlijk. Maar ik wil die eerste looping even zien. En hier wordt je omhoog getakeld. Kijk, zoals je ziet, je hangt dus zeg maar. Ja, je hangt zeg maar. Oké, die eerste, jongens, dat is echt heel creepy. Vooral als je erin zat, in de attractie. Wauw, ik vind dat vet om even te zien, jongens. Even kijken, man. Kijk, daar komt hij, hoor. Oh, dat is zo creepy. Kijk dan. Oh, mijn hemel. Wat stoer, man. Dat is echt heel stoer. Wauw, ik vind het echt. Het heeft een mooie, leuke layout. De baankleur is goed. Ik vind. Ja, het ziet er ook wel leuk uit. Dit einde is wel een beetje afgeraffeld. Had ik eigenlijk iets meer mee gedaan. Nog een leuke bocht naar rechts toe misschien in plaats van naar links. Maar op zich heel netjes gedaan. De RAR, jongens. Vergeet de naam niet. Dan gaan we naar de Serpent. En de Serpent is natuurlijk een slang. Een serpent. Dus ja, laten we even kijken wat dit gaat worden. En ik zit op Teamspeak en ik zie heel veel mensen luisteren hier in dit kanaal. En ik ga daar even een muziekje radio draaien. Een houten achtbaan. Dat is leuk. En waarom kunnen we niet in de achtbaan? We gaan er gelijk in. Zo, en wat zitten we raar, joh. We zitten in hele compacte. Wow. Dit is ook wel heel leuk. Een houten achtbaan. Oeh, die bocht was niet zo soepel. Leuk stationnetje. Dat is leuk. We hebben keuze uit een normale achtbaan. Een beetje gewoon een stalen achtbaan. Een hangende achtbaan en een houten achtbaan. We hebben een beetje, ja, smaakverschillen. Dus de een vond de eerste misschien wel heel mooi. Maar ik vond tot nu toe de tweede mooi. En ik weet niet hoe deze wordt. Dus altijd afwachten, want je weet nooit welke achtbaan je krijgt. De Serpent, jongens, daar gaan we. Heel goedkoop. Zo'n klein grotje, maar wel leuk. Zo'n lekker tempootje. Voor een niet zo al te hoge achtbaan. Geluid is vervelend, zeg. Van links naar rechts gaat het geluid. Maar toen gaat het niet om het geluid. Mocht je schuin? Nee, oh, je had die schuin moeten doen, jongens. Oh, het einde. Oh. Dat einde is wel echt heel triest. Sorry, hoor. Ik vond deze bocht ging niet helemaal lekker, deze. Heel schuin hier. Oké, ik denk dat ik er wel uit ben welke achtbaan wel beter is. Dit ziet er duidelijk uit als nog een amateuristisch werkje. Niet dat ik het beter kan. Maar sowieso deze bocht die je hier ziet, die wat schuinere. Die hadden ze ook moeten doen in. Even kijken, waar was dat stukje nou? In hier zo. Hier had hij iets schuiner moeten in deze bocht. Maar het einde is heel erg snel. Heel afgeraffeld. Jammer. Ik denk dat ik er wel uit ben, welke attractie ik het best vind. Ik vond sowieso de tweede echt heel vet. Laat zeker een leuke comment achter, dus nogmaals, welke attractie jij het leukst vond. En zie ik je volgende keer terug in een nieuwe No Limits video. Tot ziens. Auf Wiedersehen. Tschüss. Dat is Duits.